vandaag heb ik feeling what's in my purse. Of wat is in mijn handtas, hoe je het wil noemen. We gaan natuurlijk nu naar de zomer. En er verandert behoorlijk wat qua inhoud van je tas. Wat er in je tas in de schoolperiode zit. Dus dat wilde ik jullie natuurlijk heel graag meedelen. Ik heb mijn tas helemaal leeg gehaald. Alle schoolspullen eruit. En alle nieuwe normale dingen voor de zomer er weer in. Dus ik zou zeggen, laten we heel erg gauw beginnen. In ieder geval heb ik er heel veel zin in. Dus veel kijkplezier. Allereerst is dit de tas. Deze tas komt bij de Action vandaan. Dit is een bordeauxrode handtas. Dit is eigenlijk ook een rugtas. Ik vind het een hele fijne, leuke tas. En daar hangt hier een sleutelhanger aan. Ik vind hem heel erg leuk. Dus dit is de tas. Ik kom bij de Primark vandaan. Ik heb hem gekregen voor mijn verjaardag. Ik ben natuurlijk nog niet jarig, maar ik heb hem als een vroeg cadeautje gehad. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik vind hem overigens ook heel erg mooi. Dus eigenlijk aan de binnenkant één heel groot vak. Waar eigenlijk alles in zit. Het zit vast met een strap hier. Die moet je openmaken. En dan kunnen we de tas in. Dus ik zou zeggen, laten we gaan beginnen. Goed, ik ga gewoon random dingen eruit pakken die ik als eerste zie. Ik neem eerst het kleine achtervakje en dan zie ik oortjes. Die heb je natuurlijk eigenlijk altijd wel nodig. Vooral ik kan niet zonder muziek. Dus ik heb deze eigenlijk nog altijd wel nodig. Dan hebben we een oplaadkabel. Ja, weet je, als je telefoon leeg is, is mijn dag eigenlijk wel weer om. Dus ik heb echt een oplaadkabel nodig. Dan hebben we een portable powerbank. Natuurlijk, als je geen stopcontact in de buurt hebt, heb je wel de powerbank nodig. Dus daar ben ik ook heel erg zuinig mee. En het doet serieus twee uur lang mee. Je kan hier geloof ik 2 of 3 keer mijn telefoon in één keer helemaal mee opladen. Mijn sleutels, natuurlijk heb je die ook altijd nodig, anders kom je het huis niet in. En je wil niet voor een dichte deur staan. Dan heb ik nog 2 dingen in het kleine vakje. En dat is een luchtje. Dit is zo'n vulbaar flesje. Easy Paris. Deze heb ik daar met deze vandaan. En je kan hem aan de onderkant vullen. En dan zit de inhoud erin. Ik vind hem heel erg fijn. En heb je een luchtje bij. En ik heb ook altijd een lipstick. En deze lipstick is van Essence. En dit is nummer 7, Natural Blue Beauty Long Lasting Lipstick. En dat is deze kleur. Ik vind het een hele mooie kleur. Dus die heb ik ook altijd bij me. Ik heb hem trouwens ook op nu, dus ik vind het een hele mooie rondbruine kleur. Dit is een mini Deo van Dove. Deze oog is altijd wel heel handig, want het neemt niet veel ruimte in beslag en je hebt altijd deel bij je. Dat heb ik natuurlijk altijd handig om bij te hebben. Een pakje zakdoeken. Dit is gewoon een heel goedkoop pakje, maar het is wel altijd handig om zakdoeken bij je te hebben. Mijn brillenkoker, en dan kan deze bril altijd natuurlijk in, maar ik heb natuurlijk ook mijn zonnebril bij. En oh, zou het zien is die leeg. Maar je hoort wel mijn zonnebril in. Dus die heb ik natuurlijk ook altijd bij. Dan heb ik qua snackgebied in mijn tas een potje dextro bij. Mijn vader heeft natuurlijk suikerziekte. Dus als de suiker te laag is, dan is het altijd handig als er iemand wel iets van dextro bij heeft. Dus die heb ik altijd bij. En heel soms snack ik er zelf wel iets van weg. En dan heb ik dit rolletje Mentos Caramel Choco snoepjes. En ze zijn heel erg lekker. Ik raad ze echt aan. Ik was bij de Plus vandaan. Je hebt ze met karamel en wit chocola. Of je hebt ze met karamel en bruine chocola. Ik heb wit chocola. Je hebt ook de bruine chocola. Ze zijn helemaal niet zo duur. En als je het wil, kun je proberen. Doe het echt. Ze zijn best heel lekker. Dan heb ik een schriftje. A.k.a. een notebookje. Hier schrijf ik eigenlijk alles in. Als mensen eens een keer iets gaan doorgeven. Of planningen die ik voor de dag heb. Of notities voor YouTube video's. Als ik dat wil even opschrijven. Als ik een keer van... Dat is een goed idee. Dat laag ik het gelijk hierin opschrijven. Ik had pas een schriftje, maar die was vol. Dus ik heb deze trouwens bij de Nivea pas gehaald. En ik vind hem heel erg schattig. Dus die heb ik ook altijd bij. Dan heb ik, om niet te vergeten, en volgens mij bijna iedereen heeft wel een tas tegenwoordig. Een fidget spinner. Ik heb hem altijd bij. Altijd als ik even niks te doen heb, dan kan ik lekker zo gaan fidget spinneren. Altijd ideaal. Echt verslaving, nog steeds gewoon. En dan heb ik de 2 belangrijkste dingen die eigenlijk wel in mijn tas zitten. Een mobiel en een portemonnee. Ik ga
ga beginnen met de portemonnee. Dit is een hoef. Heel veel bijna. Dit is een portemonneetje. Die heb ik ooit eens bij een tas erbij gekregen. Het is eigenlijk niet echt een portemonnee. Ik kan het niet echt portemonnee noemen. Het is gewoon één groot open vak. En eigenlijk heb ik allemaal pasjes er los in zitten. En ik heb dit kleine portemonnee dingetje om muntjes in te bewaren. Past er trouwens precies in. Dus dat is wel heel erg fijn. En zo loop ik ook nooit met een hele grote portemonnee rond te sjouwen. En dan heb ik altijd dit kleine tasje bij. En dan last but not least, mijn mobiel. Nog steeds de iPhone 6S in het goud. Nog steeds heel erg blij mee overigens. En ja, weet je, deze heb ik er gewoon altijd bij voor foto's. Als mijn camera een keer leeg is, kan ik hier natuurlijk ook mee vloggen. Dat heb ik de afgelopen week gedaan. Ik heb de afgelopen week een hele vlog met mijn mobiel gemaakt. Viel me best wel, omdat je er niet zo'n grote camera bij je hoeft te dragen. En ja, het is best wel heel fijn. Mocht je nou meer van mijn telefoon willen zien, check dan serieus de video van volgende week. Want er komt volgende week een What on my iPhone aan. Er is heel veel veranderd aan deze iPhone. Qua inhoud, qua uiterlijk. Of heel veel. Dus ik zou zeggen, check die ook zeker. Maar dat was dit eigenlijk alles wat er in mijn tas zit. Hij is helemaal leeg. Nou heb ik nog een andere tas bij de vakantie. En laten we daar even naar overschakelen. En dat is deze tas. Deze tas komt bij de Action vandaan. Hij was geloof ik maar 3 euro of zo, 3 of 4 euro. Heel erg fijn tasje. Het is een heel klein stevig tasje. Hij gaat open met een gespier. En het is eigenlijk één heel groot vak. Wat zit hier nou allemaal in? Nou, ik zou zeggen, let's go, laat me kijken. En dit is eigenlijk ook een tasje wat ik met dagen meeneem als we bijvoorbeeld heel even naar een dagje dierentuin gaan. Of als ik heel even ga een boodschapje moet halen, ga ik niet de hele grote rugtas meenemen. Maar soms is de rugtas ook wel handig, maar soms is deze ook wel net iets van. Goed, wat hierin zit, en ik ga hier beginnen met het grote vak, want ik kan niet heel makkelijk bij het achterste vak die helemaal vol zit. Wat hier allemaal in zit, ik zie allereerst dit Mentos bolletje snoep, wat ook natuurlijk allemaal in de rugtas zat. Die zit hierin, dus we gaan er trouwens ook lekker heel erg snel doorheen. Oortjes, natuurlijk ook altijd nodig. Ook al moet ik heel even een portemonnee. Mijn oplader natuurlijk, altijd nodig. En mijn telefoon. En dan gaan we natuurlijk nu alweer naar het kleine vakje, want de tas is niet heel groot. Sleutels, opladkabel plus oplaadblok, het luchtje. En de lipstick. Dan mis je hier dingen in dat je denkt, heb je die ook niet altijd nodig. Zoals een pakje zakdoeken, de deo. Nee. Ik denk dat als ik een dagje weg zou gaan, wil ik zo min mogelijk bij hebben. Dus puur de dingen die ik echt nodig, echt per hoge nood nodig heb. En mocht ik stinken of zo, heb ik altijd een luchtje. En mocht ik een zakdoekje nodig hebben, kan ik altijd naar de wc lopen om een doekje te halen. Dus ja, dat is alles wat in dit kleine tasje zit. Overigens ook weer een hele fijne tas. Ik ben heel erg blij mee, maar dit zijn dus echt puur de twee tassen die ik gebruik om naar school, of niet naar school. Dit zijn dus puur de twee tassen die ik gebruik om lekker dagjes weg te gaan en die ik vooral op vakantie gebruik. Dan ga ik deze rugtas natuurlijk ook wel in de schoolperiodes gebruiken. Ik heb natuurlijk een hele kleine laptop, dus die past dan makkelijk in en meer heb ik niet nodig, want alles staat op mijn laptop. Dus dat is altijd wel handig. En ja, dit was dan eigenlijk alweer de video van What's in my bag, What's in mijn handtas, What's in mijn purse, hoe je het wil noemen. Er zijn genoeg namen voor. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en ik hoop dat jullie hier ook wat aan gehad hebben. Mocht jullie denken van, oh ja, dat is ook een heel goed idee om dat in mijn tas te hebben, dat is heel handig. Dan ben ik er heel blij mee en hebben jullie natuurlijk wel heel erg bij geholpen. Dus ik ben heel erg blij dat jullie deze video hebben gekeken. Doe natuurlijk deze video een blauw duimpje omhoog. En ja, ik zie jullie gewoon heel erg snel weer bij een nieuwe video. De volgende video die apart komt is een What's on my iPhone. Doeg! Lightning and the thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder, 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 feel the thunder.